Goedemiddag, Marco van Zandwijk, Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang uit Nederland. Ik sta hier voor Technopolis in Mechelen. Vandaag een inspirerende bijeenkomst meegemaakt over akoestiek op scholen. Zeker niet onbelangrijk, want een enorm onderbelicht thema waar het gaat om de kwaliteit van onze schoolgebouwen. Het bleek vandaag ook weer hoe belangrijk het is om vanuit de gebruiker te redeneren, omdat deze de kwaliteit van de schoolgebouwen, zeker op het vlak van akoestiek, ook goed weet te ervaren en weet te waarderen. In Nederland hebben we daar onder andere de scholenbouwwaaier voor ontwikkeld. Als hulpmiddel waarin ambities die voor scholen bespreekbaar moeten worden gemaakt, duidelijk in uiteen worden gezet. In het verlengde daarvan zijn we drukdoende bezig vanuit Ruimte OK met het opzetten van de kwaliteitsstandaard vanuit schoolbesturen. Om juist ook dit perspectief van akoestiek goed mee te nemen aan de voorkant bij projecten. Dus opdrachtgevers, als jullie op punt staan te gaan starten met de bouw- of verbouwopgave van de school, maak hier notie van. Gebruik deze hulpmiddelen, die zijn juist bedoeld om alle ervaringen die er zijn op dit vlak, die we vandaag ook weer hebben gehoord, daar op een korte, beknopte, eenduidige manier in mee te nemen. Dus gebruik het. Jullie hebben het nodig.